Zondagmiddag vindt in Leeuwarden voor de tweede maal de processie plaats van Onze Lieve Vrouw van Leeuwarden. Een eeuwenoud genadebeeld van Maria. De historie van dit beeld en de devotie tot haar gaan terug tot het begin van de 16e eeuw. Toen had het beeld een centrale plaats in de Sint-Vitus van Oldehoven, ooit de kathedraal van het bisdom Leeuwarden, waarvan enkel de toren is overgebleven. Een paar jaar geleden werd voor het eerst na 1580 het beeld weer door de stad gedragen. Nu gaat de processie van de Sint-Bonifatiuskerk naar de Dominicuskerk, ook langs de plek van de voormalige Sint-Vitus. Op het Oldehoofse Kerkhof wordt stilgestaan. De processie begint om 3:15.